Ja, dames en heren, het is zover. We gaan een setup tour doen. Ik wou al langer zo'n video maken dat ik laat zien wat er allemaal zeg maar, aan de andere kant van dit beeld ligt. Maar het zijn nu ook zo dat ik een nieuwe camera heb. Dus ik dacht, waarom sla ik niet twee vliegen in één klap? En ga ik weet je wel, filmen en oefenen met de objectieven en de body. En ga ik eens even laten zien wat er hier allemaal zoal gebruikt wordt. Vergeet niet van heel veel dingen die je hier gaat zien. Zijn al heel veel reviews verschenen. Gamers at Gears, unboxings. Kun je allemaal naar doorklikken in de beschrijving. In de beschrijving staat nog eens een keer even van alles van nee op een rijtje. En dus als er een review van is, kun je meteen doorklikken. Wel zo handig. Without further ado, laten we beginnen met de Tour de Force. De tour van mijn setup. Here we go. En die tour die begint bij allereerst het gaming desk zelf. Het is namelijk een gamebureau. Het is de Arozzi Arena gaming desk. En dat wil zeggen dat er niet alleen een heleboel fijne kabelmanagement in de setup mogelijk is. Maar ook dat ik geen losse muismat nodig heb. Want het hele ding is gewoon 3 vierkante meter aan muismat. Dus ja, een muismat los ga je dus ook niet in deze setup vinden. Maar wel de Arozzi Arena gaming desk. Door naar de echte Game Gear zou je kunnen zeggen. Te beginnen met de muis. Dat is de Razer DeathAdder Elite die ik gehouden heb omdat ik het gewoon oprecht een hele fijne, stabiele muis vind. Optische sensor, 16.000 dpi, gewoon verder heel stabiel. Maar hij ligt ook gewoon lekker in de hand en hij heeft niet te veel poespas om zich heen. Ik weet het, er zitten wat weinig lichtjes op misschien voor de gemiddelde game muis. Maar hij is gewoon ontzettend fijn in het gebruik en daarom vind ik hem ook gewoon super relaxed om te gebruiken tijdens Overwatch. Maar ook gewoon Photoshop, Premiere, alles wat ik hier op deze desktop moet doen. Om het even bij Razer te houden gaan we door naar het toetsenbord. En dat is namelijk de Razer Black Widow Chroma V2. Het nieuwste toetsenbord van Razer, paradepaardje een beetje. Hij kost 180, 190 euro zo uit mijn hoofd. En het is een ontzettend fijn mechanisch toetsenbord met een los te plaatsen polsteun nog eens een keer erbij. Die vind ik sowieso heel erg prettig. En ik heb hem met oranje cherries genomen. Of oranje cherries, ik moet zeggen oranje Razer switches. Ze doen me alleen heel erg denken aan de bruine cherry switches die ik heel prettig vind. Ik weet dat de meeste mensen helemaal wild zijn van de groene switches, de clicky ones. Maar nee, ik ben meer van het iets stillere, iets subtielere. En daarom zijn de oranje heel erg fijn. Mocht je nou precies willen weten waarom ik dit zo'n mooi toetsenbord vind, klik dan vooral ook even door naar de review van dit toetsenbord. Ik heb namelijk ook nog de Gamers Net Gear video erbij zitten en een unboxing. En ja, laten we heel eerlijk zijn, ik ben gewoon best wel verzot op dit beestje. Nog meer Razer Gear, want ja, ook de headset is van dat Amerikaanse bedrijf. Het is de Razer Kraken Pro V2. Dat is de analoge versie. Die vind ik persoonlijk heel erg fijn, omdat die, nou ja, één, ik kan hem gewoon direct in mijn audio interface klikken. Maar daarnaast is hij ook gewoon heel erg strak, vind ik persoonlijk. Razer is wel eens heel uitbundig geweest met de logo's en de slangen en het groen en zo. Maar deze is gewoon lekker zwart, lekker simpel. Gaat goed op in de setup en ik vind hem gewoon ontzettend fijn zitten. Door naar een stukje randapparatuur die ik ooit in Goede Vrijheid ook heb beschreven als mijn favoriete stukje gear, dat is namelijk de Xbox Elite controller. Voelt gewoon ontzettend lekker, werkt op Xbox One en PC natuurlijk. En het feit dat je hem helemaal aan kan passen naar de specifieke scenario's waar je in begeeft, dat vind ik gewoon super fijn om te kunnen. Bovendien heb ik daar ook nog eens een keer dat Gears of War D-pad dingetje voor, wat dan weer heel exclusief was. Dus dat vind ik gewoon een fijne show om hem even erbij te pakken van, oh kijk, ik was op Gamescom toen, dan. Nou ja, superleuk natuurlijk, want de Xbox Elite controller is wel gewoon een heel prettig, fijn ding in de hand. Hij gamet ook gewoon lekker. En als je dan ook nog die dingetjes kan vervangen, dat is helemaal mooi. Daarbij hoort natuurlijk ook nog de Xbox One. Die staat rechts van mijn PC, een beetje half buiten de setup, omdat ja, er was niet zo heel veel ruimte voor. En hier is het ook iets makkelijker om hem aan te sluiten op de beamer die boven de setup hangt. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Nvidia Shield die bovenop de Xbox One ligt. Gezien de beamer niet echt een smart televisie is, kan ik hem met dat Android apparaat alsnog best wel een soort van smart beamer van maken. En daarnaast is het ook gewoon een heel leuk Android kastje wat ook een aantal games kan draaien. Daar hebben we ook al uitgebreide reviews van gedaan. Dan door naar de beelden, of schermen, of monitors, of hoe je het ook wil noemen. Ik zei het al, er hangt een beamer hier boven de setup en dat is de BenQ TH681. Is een Full HD beamer die ik al een paar jaar heb en gewoon ontzettend fijn om van de hele woonkamer een soort van ja, bioscoopje te maken of een hele grote game room. Maar daarnaast is het ook nog wel eens fijn om gewoon boven het normale beeldscherm, bijvoorbeeld met Twitch streams en dergelijke, dat ik daar dan de chat neerzet en allerlei dingen om in de gaten te houden. Het voelt een beetje alsof ik in een of andere Mission Impossible operating room zit af en toe. En dat vind ik op zich wel lekker. Onder dat projectorscherm staat mijn standaard monitor, zou je kunnen zeggen. De Samsung SyncMaster SA300. Full HD, 60 fps beeldscherm. Erg doorsnee. Ik heb hem ook al jaren. Hij is eigenlijk van Gamersnet, dus hij moet ook nog een keer terug naar kantoor. Maar het is een heel lekker TN-paneel. En de kleuren zijn gewoon goed, dus ik kan er goed mee overweg. En sommige mensen vinden hem wat klein. Ik geloof dat hij 21 inch is, zo uit mijn hoofd. Ik weet niet, ik kan prima werken op 21 inch. En vooral als hij gewoon Full HD is en de kleuren zijn mooi, dan is er gewoon niks op aan te merken. En dan hebben we nog de stream gear of de broadcasting stuff of de content creation tools of zo, weet ik veel hoe je het wil noemen.
Te beginnen met de Logitech webcam die ik heb. Dat is de C525. Die heb ik destijds zelf gekocht en ik weet dat die maar 720p kan. Maar gezien wij meestal op 720p streamen, vond ik het niet zo heel erg om niet voor die 1080 te gaan. Maar goed, we zijn aan het kijken met Logitech of we misschien wat nieuwere webcams van hun ook kunnen reviewen. En dan weet je het, dan snatch ik er misschien eentje. Daarnaast hangt trouwens ook nog eens een keer de Xbox One Kinect sensor camera unit. En ik heb letterlijk geen idee waarom die daar nog hangt. Want ik bedoel, de Xbox wordt nog wel eens gebruikt, maar Kinect, not so much. Maar goed, te lui om hem weg te halen, denk ik. Wat ik verder ook nog gebruik om te streamen en om content te creëren, zoals deze video bijvoorbeeld, is de microfoon, de Samsung C01. Dat is een XLR-microfoon die ik laatst heb aangeschaft. En ja, natuurlijk heb ik die in zo'n typische microfoonarm gehangen. Heel erg YouTube allemaal. Maar goed, ontzettend fijne microfoon. En die wordt dan weer aangesloten op de M-Audio M-Track 2x2 C-series. Jezus, wat een mond vol. Maar goed, dat is mijn audio-interface die ik gebruik om dus mee te streamen en dingetjes een klein beetje mee te mixen. En eventueel kan ook nog mijn basgitaar erin, voor als ik af en toe een beetje wil jammen. En nee, dat gaan we niet doen op stream. Last but not least, als het gaat om stream setup dingetjes, is de capture card. Dat zijn er eigenlijk twee, al gebruik ik er eentje voornamelijk. Dat is de AVRmedia Live Gamer HD 2, die in mijn PC zit. Fun fact aan dit ding is dat die nog niet op de markt is. Ik heb een beta variant en waarschijnlijk moet binnenkort de kaart, zeg maar, voor de consument beschikbaar worden of zo. Maar het is een interne kaart die gewoon 1080p, 60 fps filmt en ja, nee, oprecht een hele fijne kaart. Ik mag alleen volgens mij nog niet mijn review live zetten erover. Naast de interne capture card van AVRmedia gebruik ik ook nog wel eens de Razer Ripsaw capture card, die eigenlijk veel te duur was, maar hij filmt gewoon prima 1080p, 60 en een mooi ding. Dus die kan er af en toe bij als de ene capture card te weinig is of hij doet het even niet bij een bepaalde bron of zo. Het ding zit ook nog in beta, dus die backup is wel fijn om te hebben. Maar goed, met die capture card kunnen we het ook hebben over de PC waaraan het allemaal is aangesloten. Dat is het beestje wat ik 2 jaar geleden of zo alweer in elkaar heb gezet. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Even snel door de specs heen. Het is een MSI X99A SLE Crate Edition moederbord. Er zit een MSI GTX 970 Gaming 4G in. Ik weet, het is geen echte 4G werkgeheugen, maar goed, whatever, hij zit erin. Qua processor zit hier ook de Intel i7-5930K op 3,5 GHz in. Een hele fijne processor en ja, ik ga hem nog niet overklokken, want dit ding doet het nog steeds fantastisch met streamen, editen, renderen, whatever. Het komt ook gewoon omdat het een hyperthreading CPU is. Destijds goed in geïnvesteerd en hij doet het nou nog steeds. Die wordt overigens gekoeld door de Scythe Mugen Max. En dat Max was misschien niet helemaal zo slim, want ik kocht deze en kwam er later achter dat hij met een paar millimeter net niet in de kast past. Maar goed, doordat ik de ventilator een klein beetje meer naar binnen heb gezet, is het uiteindelijk toch goed gekomen en past die net aan. Daarnaast ligt het werkgeheugen, dus 4x4 gig Crucial Ballistic Sport DDR4. Ik ben wel voor DDR4 gegaan, want ik dacht, nou ja, als we dan toch een beetje op de toekomst voorbereid willen zijn, gooi DDR3 dan maar weer weg. En qua vaste opslag heb ik een Samsung 850 Evo SSD van 500 gig. En daarbovenop nog wat interne harde schijven die ik later gewoon erin heb geplucht, omdat ik zoiets had van 500 gig SSD is eigenlijk iets te weinig. Dus daar heb je het. Dat wordt overigens allemaal gevoed door de Cooler Master V650, een semi-modulaire voeding. En dat zit dan allemaal verpakt in de NZXT Source 340, de S340. Hele mooie witte kast in mijn geval, met een raampje, lekker strak, niet te veel poespas. Precies zoals ik het wil hebben. En hij is ook nog vrij compact. Oh, en ja, ik heb daar ook nog weer zo'n LED-snoer van een meter bij gemikt. Want ik dacht, nou ja, wit kleurt wel goed met blauw. Dus vandaar een blauwe LED-snoer erin. Trouwens ook van gewoon NZXT. En naast al die tech en gear en randapparatuur hebben we natuurlijk ook nog een aantal tieren lantijntjes die misschien wel leuk zijn om even aan te halen. Ik heb sowieso rondom het bureau altijd een heleboel shit liggen, kleine goodies, verpakkingen van alles. Maar misschien nog wel leuk om te noemen zijn de Razer Switches sample die ik heb meegenomen. Dit is een heel exclusief soort kitje waar dan 3 switches van Razer op zitten, zodat je kan testen en er zitten lampjes in en zo. En ik weet dat het heel nerdy klinkt of zo, maar ik vind het fantastisch om die naast me te hebben, om af en toe een beetje te klikken. Ik weet niet, het is een soort van fidget cube, maar dan minder lame. Bovenop mijn PC staat trouwens ook altijd nog de Bulbasaur plantenpotje dingetje, met nog altijd dezelfde levende plant erin. Dit is een stream donatie van, ik denk, een jaar terug. Mijn vriendin heeft er trouwens ook een, net weer in een andere kleur. Maar samen hebben we dan zo 2 minuscule plantjes die groeien uit Bulbasaurs. Die 3D print zijn en super awesome. Ik ben vergeten wie dit ook alweer heeft gedoneerd, maar nogmaals thanks. We zijn nog steeds super blij met die dingen. Voor mijn scherm staat overigens vrijwel altijd een turret van Portal. Voor de goede oplettende kijker van GamersNet zul je misschien weten dat dit een goodie was die ik uit een of andere mystery box haalde tijdens E3. Ik geloof dat we dat toen ook live
unboxed hebben en zo in de vlog. Maar goed, dan kun je dus zien dat ik daar een portal turret had gekregen. En die staat nog altijd in mijn setup. Verder vind je op mijn bureau vaak koffie. Dat is belangrijk tijdens het streamen of tijdens het werken. Of eigenlijk gewoon altijd. Een kop hete koffie. Het mag uit een percolator komen of gewoon met van die Nespresso cups. Vind ik allemaal prima. Als er maar koffie is. En dan hebben we als allerlaatste niemand minder dan Chip, mijn poes. Yay, die zit ook vaak in de setup, ook al mag ze dat niet. Want het hele bureaublad is een muismat. Dus die haren van haar, die blijven er altijd aan plakken. En ik moet één keer in de week moet ik met zo'n fucking kledingroller over mijn bureaublad heen om die shit schoon te maken. Dus Chip, af. Maar ik hou wel van je. Alright, daar heb je het dan. Alles wat ik zoal gebruik hier op het bureaublad en eronder en het bureau zelf. Anyway, vond je het een leuke video? Laat het even weten. En mocht je geïnteresseerd zijn in verschillende producten die langs zijn gekomen, weet dan dat het allemaal in de beschrijving staat met linkjes naar de reviews en video's en whatever the fuck. Wil je dit meer zien? Wil je meer setup tours zien? Wil je bijvoorbeeld die van Daniel zien? Of die van Peter? Of die van iemand anders van Gamersnet? Laat het dan ook even weten. Misschien gaan zij dan ook wel een toffe setup video maken. You never know. We kunnen het altijd proberen. Anyway, dit was Tom van Gamersnet.nl. Ik zie jullie wel in de volgende video of terug op de website met een artikel over gear die misschien in mijn setup komt. Anyway, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Cheers!